Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Overheidswebsite gov.sr in nieuw jasje gestoken. Kwestie gestrande passagiers SLM heeft volledige aandacht regering. Spiritueel leider Sri Sri Ravi Shankar verlaat Suriname met tevreden gevoel. En minister Ramdien roept op tot sterkere OAS. De burger staat centraal. Dat is het uitgangspunt van de overheidswebsite hof.sr die in een nieuw jasje is gestoken. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op vrijdag 15 juli 2022 middels een druk op de knop de pagina gelanceerd. Het betrof de technische launch en tevens de eerste fase van het project. De nieuwe gov.sr moet uiteindelijk maandag 18 juli 2022 reeds online te bereiken zijn voor de samenleving. Mijn bijdrage was het vergaren van informatie, contact leggen met de afdelingen en de directoraten om dus de relevante informatie op de website te krijgen. En hoe is dat verlopen, dat proces tot die launch? Het was wat arbeid, omdat het ministerie vrij groot is. Maar het is dus wel gelukt. Het heeft een beetje meer energie gekost dan ik had gedacht. Maar ik ben wel tevreden met wat het is geworden. Ten aanzien van digitalisering hebben we dus bijvoorbeeld bij de e-services doen we nog niet mee, maar dat is wel de bedoeling. Maar wat prettig is, is dat het wel centraal is. Dat er dus nu dingen centraal zijn en dat het beter onderverdeeld is waar je wat vindt. Dus dat is in ieder geval wel een verbetering. Nou, we hebben vandaag de nieuwe gov.sr website gelaunched. U heeft het gezien, de president heeft het gedaan. Als e-gov hebben we in de afgelopen periode samen met CDS en alle ministeries gewerkt om de huidige gov.sr website te upgraden naar nieuwe standaarden, mogelijkheden en verbeterde technologie. Waarbij het uitgangspunt is dat de burger centraal staat. Nou, ten eerste, het is gebruikersvriendelijk. En ten tweede, ik zei het al, de burger staat centraal. We hebben de focus geshift van wat wil de burger als je op de website van de overheid komt. En niet wat geven wij als overheid aan de burger. Dus dat is de grootste verandering. Gebruikersvriendelijkheid, het is mobile friendly ook. En alles is geconcentreerd binnen één pagina, gewoon de gov.sr. Bij de vorige was het, je klikt, je gaat open in een subpagina en als je terug moet, moet je afsluiten en weer teruggaan. Dus dat verandert. En de veiligheid is ook ter hand genomen. En een van de grote changes is op de achtergrond. De website, dit project wordt in fases uitgevoerd, waarbij dus op de achtergrond de basis is gelegd voor e-services. Dat straks burgers de website op kunnen voor e-services. We hebben al een paar e-services op de website, maar dat is nog een simpele vorm. Burgermeldpunt is ook gebouwd op de website als een soort, je kan het zien als een service desk voor de overheid. Burgers hebben zoveel dingen door te geven aan de overheid. Soms is het een vraag, soms is het een klacht, een melding. En meestal gaan we ervan uit dat de burger weet bij wie ze terecht moeten. En dat is niet altijd het geval. De burger weet alleen, ik heb zo'n probleem of zo'n melding. En dat is het idee achter burgermeldpunt. Van als een burger iets heeft te melden, klikt hij gewoon, vult hij in. Als hij weet bij welk ministerie het thuis hoort, dan selecteert hij dat. Als hij niet weet, laat hij het open. Er is een hele service team op de achtergrond, die pakt dan zo'n melding op. Kijkt bij welk ministerie het thuis hoort en geleidt het door. Het was een heel interessant proces. We hebben heel veel gecommuniceerd met elkaar. Het was heel veel verzamelen van informatie, alles bij elkaar krijgen. En het zo interessant als mogelijk proberen te maken voor de mensen.
wel vanuit het ministerie van Justitie en Politie hebben we dus op de website nu veel meer informatie over de verschillende diensten. En men gaat dus ook kunnen zien wat je spul allemaal kan betekenen voor mensen. En ook het contact, rechtstreeks contact maken met verschillende afdelingen, verschillende diensten binnen het ministerie. Dat gaat dan ook mogelijk zijn via de website. Recentelijk zijn enkele vluchten van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM op de route Paramaribo-Amsterdam geannuleerd. Dit heeft met zich meegebracht dat een aantal passagiers niet naar hun plaats van bestemming kon afreizen. Deze kwestie heeft de volledige aandacht van de regering. Er wordt met man en macht gewerkt aan een oplossing. Het ligt in de bedoeling dat de SLM op woensdag 20 juli 2022 kan starten met het vervoeren van de gestrande passagiers. De afgelopen dagen is er inderdaad heel veel van doen met gestrande passagiers, zowel in Paramaribo als in Amsterdam, Suriname, Nederland. Vanwege de, zeker de humanitaire aard en als aandeelhouder hebben we ook eerder gezegd, we gaan niet staan toekijken. We zullen ervoor moeten zorgen dat de passagiers hun bestemming bereiken. En we zijn als regering, zeker in clusterteamverband, cluster van ministers, waaronder dus de minister van Financiën, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de minister van Bibes en ondergetekenen. In nauw overleg met het crisisteam van SLM, de directie van SLM. En kijken naar opties. De aandeelhouder, wij zijn al heel dicht bij een oplossing. En we werken nu, althans, we treffen alle maatregelen, treffen alle voorbereidingen dan, zodat SLM op zijn vroegst woensdag 20 weer kan herstarten, zodat de passagiers, waaronder de gestrande passagiers dus, weer vervoerd kunnen worden en dat ze hun bestemming kunnen bereiken alsnog. We betreuren het, maar we weten dus dat ook iedereen nu kijkt en vraagt naar wat doet de aandeelhouder. We kunnen niet blijven roepen wat we niet kan, dus wij hebben gekeken naar welke opties binnen welke termijn het meest haalbaar is. En we zitten dus al heel dicht bij een oplossing. En volgende week zal dus ook het team, clusterteam van minister, zullen wij ook weer bij elkaar komen. En zeker tegen het einde van volgende week zaken ook veel gedetailleerder gaan uitleggen aan de samenleving. Omdat ook de samenleving recht heeft op die informatie. Hoe verder? Dus dat zullen we allemaal mee de samenleving gaan informeren, hoe precies. Voor de rest denk ik dat het heel belangrijk is, dus dat de voorbereidingen die SLM zal treffen de komende dagen, zodra zeker, de zekerheid er is, want het heeft niet alleen met operationele voorbereidingen, natuurlijk ook met de financiële consequentie die daarmee gepaard gaat, dat wij de passagiers dus die zekerheid kunnen bieden, dat ze terug, dat ze hun stemming, bestemming zullen bereiken. En dat zal dus op zijn vroegste woensdag 20 moeten geschieden. Dat is waar wij naartoe werken, dat SLM dat weer, dat gedeelte alvast kan oppakken. SLM zal ook intern verder moeten gaan kijken hoe met alle zaken verder, openstaande zaken te dealen. En wij als aandeelhouder, ja, het vereist veel meer inzet natuurlijk vanuit de regering om dit parastataal bedrijf heel nauw te gaan monitoren. En uiteindelijk praat je over een hoogseizoen. Er is een veel traffic richting Suriname, Nederland. En ook wat zeker de roep is vanuit de samenleving, dat ze ook heel hoge prijzen moeten betalen voor andere carriers. Ja, dat is een kwestie van vraag en aanbod, maar ik meen dat vanwege de relatie die we hebben met Nederland, dat enige, ja, we hadden zeg maar gehoopt dat er enige onderstanding daarin zou zijn, maar ja, de markt bepaalt uiteindelijk en dat SLM in zo'n vervelende situatie terecht is gekomen, dat is ook al bekend, maar nogmaals, wat belangrijk is, is dat de passagiers volgende week, dat de regering, de aandeelhouder er naartoe werkt, dat SLM in de gelegenheid wordt gesteld om vanaf
20 juli dat ze weer die herstart of die operaties kunnen herstarten om passagiers te vervoeren. Vanuit de aandeelhouder, ja, het is betreurenswaardig, maar waar wij nu naar uitkijken is de oplossing. U hoeft zich niet in de steek gelaten te voelen. Wij werken er nu aan en de oplossing is al heel dichtbij. En zoals eerder aangehaald, dat u spoedig uw bestemming mag bereiken. Maar overige details zullen verder, hetzij via ondergetekenen of via de clusterminister, het operationele zal dus via SLM geschieden. Maar de aandeelhouder, de regering, geeft bij deze aan dus dat wij die verantwoordelijkheid hebben genomen dat u uw bestemming weer zult bereiken. Art of Living Guru Sri Sri Ravi Shankar is op vrijdag 15 juli 2022 vanuit Suriname naar Guyana vertrokken. De Indiase guru heeft in Suriname op uitnodiging van de regering gedurende 3 dagen voornamelijk zijn I Stand for Peace boodschap overgebracht. Hij had daarnaast ontmoetingen met president Chandrika Prasad Santokhi en de Surinaamse zakenwereld. De spiritueel leider die in Suriname de hoogste onderscheiding heeft ontvangen en ook de vredesfakkel aanstak, blikt tevreden terug. Gurudev Sri Sri Ravi Shankar is gekomen op 13 juli. En we zijn gezegend om hem te mogen ontvangen. Hij is staatsgast geweest van onze president. En Suriname, we zijn heel blij als organisatie Art of Living ook. Hij heeft activiteiten gehad, bezoeken gebracht aan samen met de president, DNA. Het is een public event geweest. Hij heeft live meditations gehad. Ook voor Art of Living en niet Art of Living mensen. Het was open voor iedereen. Er is ook een meeting geweest met de pers, business community meeting en ook een meeting met de IRIS. Het is heel verrassend. We hadden 3000 plus mensen verwacht in Nis en de zaal was helemaal vol. Dus de opkomst was heel goed. Het weer was goed en het programma was super goed. Zijn boodschap nog altijd, I stand for peace. Dat is het geweest. Er is een pledge ook van de president. En beide hebben dan ook de vredesfakkel aangestoken op het presidentspaleis. Er is ook een oorkonde, gele ster, aan hem gegeven namens de president. En dat is heel bijzonder. Voor iemand die geen Surinamer is en wereldwijd zijn diensten verleent om een geweldloze en stressvrije samenleving te creëren. Hij gaat nu naar Guyana. En morgen vliegt hij dan naar Brazilië, vandaag gaat hij naar Chili en zo brengt hij zijn boodschap over heel het Caribisch gebied. En we zijn als Suriname gezegend om hem als eerste te mogen ontvangen. We leven in moeilijke tijden. Het westelijk halfrond en de gehele wereld hebben met veel uitdagingen te kampen. Zo sprak minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking de permanente raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten toe op maandag 18 juli 2022. De bewindsman deed een oproep tot actie en een sterkere OAS. Volgens hem moet de OAS teruggaan naar haar grondbeginselen om de bevolking van het westelijk halfrond een betere toekomst te bieden. Thank you very much and good morning to all. Ambassador Luann Gaylene Gilchrist, permanent representative of St. Vincent and the Grenadines and chair of the Permanent Council. Mr. Luis Almagro, Secretary General of the Organization of American States. Distinguished permanent representatives, distinguished representatives of the observer states to the OAS, distinguished delegates, staff of the OAS Secretariat, ladies and gentlemen. Madam Chair, first of all, thank you very much for convening this special meeting of the Permanent Council to allow me to have a conversation with member states of this august multilateral institution of the Americas. I bring you greetings from His Excellency Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname and also current Chair of the Caribbean Community,
And he had also a strong engagement with this organization when he chaired CICAT. Madam Chair, the last time I addressed the Permanent Council was exactly 7 years and 5 days ago, almost the same time, when I did my farewell speech as Assistant Secretary General. And I'm pleased to be back and to share with you some thoughts that may be relevant to include in the ongoing deliberations at the Organization of American States. Madam Chair, Secretary General, Ambassadors, we live in difficult times. We need to reflect, and then we need to act. Time is of the essence, and much work needs to be done to create that inclusive world we want, that peaceful and prosperous society we all aspire to, and that natural environment that we must treat with care and need to protect and restore. There is simply, from our perspective, no other option. The world, and so also the Western Hemisphere, is faced with many challenges, and we all know them. And the origin of these challenges is only with a few, but the whole world is affected by the fallout. The raging effects of the COVID-19 pandemic on our societies has been devastating, both in financial economic terms, as well socially and psychologically. The long-term impact of COVID-19 on our society still needs to be researched and understood. In the meantime, many countries, small and large, have many challenges rebooting their economies. The supply chain costs have created scarcity and increased purchasing prices for the end user. The ongoing and unacceptable war against Ukraine is still ongoing, and all we can hope for is that diplomatic demarches will at least result in a ceasefire and ultimately an end to this man-made human disaster. The impact of the war is felt in all economies worldwide, with rising fuel and food prices, indirect impact on production and manufacturing, increased inflation, as we witness in all countries. And especially the small and vulnerable countries feel the impact in a climate of declining income and purchasing power. These new global challenges, Madam Chair, come on top of the existing problems of the impact of climate change. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.